Wouter, toen ik hier binnenkwam lopen, toen dacht ik loop linea recta een museum in. Ja, ja, nee, dit is ook het leukste, kleinste museum van Amsterdam. En ik geef twee keer per jaar een open huis en dat noem ik Salon de Interieur. Ja. Ik kom vanuit een interieurhoek. Ik heb op de Rietveld binnenhuis gestudeerd. Ik werk ook voor antiquairs op beurzen. Ik ben een gepassioneerd verzamelaar en ik vind het leuk om mensen bij mij thuis uit te nodigen om te kijken hoe ik dat samenbreng. En ik heb dit keer een tentoonstelling deels samengesteld over mannenkunst. En in bijzonder vallussen en het mannelijk lid. Ja. Dus, waarom? Wat is jouw fascinatie daarmee dan? Nou ja, ik ben zelf homoseksueel, dus het comes with the territory, zou ik willen zeggen. Ja. En ik ben sowieso geïnteresseerd in alle verschijningsvormen van de mens en in cultuur en ook in wetenschap. Dus het is een beetje tijdens museum, hè? Kunst en wetenschappen. Waarom ben je thuis? Dat heeft iets voyeuristisch, dat heeft iets leuks. Ik wilde het niet zeggen, maar... Ja, ja. Dat is... Daardoor kan ik een hele bijzondere sfeer neerzetten. Ik doe ook wel eens beurzen, maar dat is maar een hele korte periode en de kosten zijn heel hoog. Een winkel zou ik misschien ooit nog willen, maar tegelijkertijd, daar zit je ook weer zo aan vast. Ik vind het leuk om... Ik ben gewoon een gepassioneerd verzamelaar en twee keer per jaar heb ik gewoon open huis waarbij ik mijn spullen verkoop. Maar ik met name ook belangrijk vind dat ik mensen kan laten zien hoe je bijzondere dingen combineert. Als verzamelaar lijkt het me vreselijk om dingen van de hand te doen. Jawel, maar tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook alweer een handelaar. Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Dus ik ben een verzamelaar, maar ook omdat je je ontwikkelt. En omdat ik gewoon een beetje, ik loop een beetje vol. Ik heb zoveel spullen dat ik kan alleen maar doorgaan met verzamelen door ook weer dingen los te laten. Wat mist er nog in jouw verzameling? Een narwaltand. Dat is een hele grote gedraaide tand die op de kop van een soort walvis zit. Waar haal jij je kunst en objecten vandaan? Ja, dat is heel divers. Ik ga heel veel naar kijkdagen van veilinghuizen, maar juist een beetje, ik zou maar zeggen, de zwanende eland. Dus niet heel chic, maar juist dingen waar je een beetje goed moet kijken om iets bijzonders te ontdekken. En verder, er zijn mensen die weten wat ik verzamel, dus ik word vaak getipt. Dus ik heb ook een aantal werken van vrienden van mij. Dus ik heb bijvoorbeeld portretten van Geert-Jan Kuipers. En een vriend van mij studeerde aan het Vaticaan en die had die poster van André Serrano hangen, wat nog wel een controversieel ding is. Mijn oog viel gelijk op deze jongen. Ja, dat is een buste van Napoleon met daarop een gipsen penis gemonteerd. Hoe kom je eraan? Ja, hoe kom je eraan? Hoe kom je erop, zou ik zeggen? Dirty mind is a joint forever. Dus het beeld suggereert een beetje what's on a man's mind. En alles wat hier samen staat zijn een beetje fallische objecten. Dus verschillende penissen uit verschillende culturen. Dit is een Chinese, dit is een Japanse penis. Een heel mooi bronzen beeld, een soort Tom of Finland-achtig leernicht. Maar wat er goed aan is dat het een beetje oudere man is. Er staat ook een beetje vermoeid bij. Dus het is niet alleen maar een glorification, maar het is ook gewoon een weerslag van hoe het leven is. Ja. Ja, dit is nog wel grappig. Dit is eigenlijk een beeldje van Onze Lieve Heer. Maar ik vind eigenlijk de achterkant in dit geval beter. Hè? Het is maar wat u erin wil zien. Ja, precies. Ja. Ondertussen zijn we aanbeland in de slaapkamer, maar ook hier staat weer van alles. Ja, ik, zoals een vriend ooit tegen mij zei, je woont een beetje in het Tijdens Museum. Maar laatst zei hij, maar je woont nu toch een beetje in het depot van het Tijdens Museum. Ik heb inderdaad ontzettend veel spullen. Chinees, Oosters, Afrikaans, primitief. En dat allemaal een beetje in een stoere combinatie met dingen die sterke vormen hebben. En een hele eigen kracht uitstralen. Wat missen wij in onze cultuur? Of missen wij helemaal niks? Dat kan natuurlijk ook. Wat evident is dat het mijn inziens nogal oppervlakkig is. En dat het alleen nog maar gaat over ik shop en ik neuk. Terwijl ik denk dat ik ben dol op geschiedenis en kunstgeschiedenis. En dat is een beetje, dus mijn interieur is een reflectie daarvan. En dat vind ik wel jammer. Dat ik ben zelf bijvoorbeeld ook dol op antiek. Nou heb ik niet zoveel antiek hier, maar als je dat zegt, dan kijken mensen al een beetje vies van, dat is ouderwets en dat is muf. Dat is het niet. Als je het spannend weet te brengen, als je het goed weet te combineren, juist moderne kunst met een stuk antiek, een mooi Chinese stoel of een
Japanse kamerscherm, zoals we dat hier zien. Dat is een reflectie van de wereld waarin we leven. Dat is mijn inziens interessant. Als mensen nou geïnteresseerd zijn, want ik kan me voorstellen, dat zitten mensen nu te kijken. Hoe kunnen ze jou bereiken? Ze kunnen mij mailen. Gewoon, dat is mijn eigen e-mailadres, woutercardol@gmail.com. Nou, het staat ook gewoon onder in beeld, zie ik. Oké, heel goed. Maar ik merk wel eens dat mensen soms een tijdje over iets doen. Dus ook als ze hier geweest zijn, dan kan het soms een tijdje duren voordat mensen denken van, ik wil het nog een keer zien, ik wil er nog een keer naar praten. Dus in principe heb ik, zoals het op zijn Engels heet, by appointment. Hè? Dus ik ontvang iedereen die mij een mailtje stuurt. Maar goed, nu doe ik natuurlijk open weekend. Dus van harte welkom.